Ik ben er heel blij mee te kunnen zeggen, te kunnen melden, dat kunstenaar van het jaar 2008 is geworden Henk Helmond. De juryvoorzitter David Polak maakte de winnaar bekend tijdens het openingsgala van de Kunstweek in het Stedelijk Museum Schiedam. In totaal streden 8 finalisten om de titel. Onder hen bekende kunstenaars als Armando, Anton Corbijn en Erwin Olaf. Helmantel dankt zijn uitverkiezing aan zijn fijne penseelstreek en lichtinval, die door de jury worden geroemd. Helmantel is blij met zijn uitverkiezing. Enerzijds is het een echte publieksprijs en anderzijds een selectie van kenners waar het publiek weer uit kan kiezen. En dat maakt dat deze prijs ook een bepaald gewicht heeft in Nederland. En dat ik nu eens een keer aan de beurt ben, dat is natuurlijk, dat vind ik heel geweldig, ja. Naast de eer kreeg Helmantel ook een bedrag van 10.000 euro en een reisbeurs van nog eens 3.000 euro. Helmantel greep eerder tot 2 keer toe net naast de prijs, maar nu is het hem dus gelukt. Op de duur denk je, dat moet er toch eens een keer in zitten, eventueel dat je ook eens een keer eerste wordt. En dat is dit jaar dus gebeurd. En dat verheugt mij zeer. En mijn vrouw is er ook heel blij mee. De uitreiking was het slot van een roerige week voor de schilder uit Westeremde. Gisteravond lag ik nog te trillen op mijn bed vanwege de aardbeving. En vanavond zijn we hier in Schiedam, in het Stedelijk Museum, voor de prijsuitreiking. En ik heb het ook nog even gememoreerd. Maar dat is een heel groot verschil, ja.